Oh, nee, hè. 1 seconde regel. Iedereen weet dat ik super fan ben van HelloFresh. Maar hoe leuk is het ook om HelloFresh samen met de kinderen te koken? Vandaag maken we... Olé! Iets uit... Spanje! Spanje! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Een Spaanse tapas maken. Goed, zullen we gaan koken? Wat moet er gebeuren als we gaan koken, Ana Sofia? Handen wassen! Handen wassen, heel goed. Blad peterselie. Moeten we snijden? Die mogen je gewoon van de takjes halen. Dat doen jullie supergoed. We gaan de paprika snijden. Dat kan jij, Iets? Ja. Kijk, koken met de kinderen is natuurlijk superleuk. Het moet ook wel veilig gebeuren. Dus we pakken een mesje die niet al te scherp is, goed? Ja. Kun jij de knoflook snijden? Ja. Gaat dit goed? Gaat supergoed. Zet je die knoflook nou helemaal in zijn blootje? Ja. Hij heeft zijn kleren uitgedaan. Hij heeft zijn kleren uitgedaan. Nou. Dan. Dus granalen. Yummy. Lekker, hè? Ja, lekker. Ja. Hey, dit kan je gebruiken als vinger. Poppetje. We gaan gehaktballetjes maken. Mag ik dat nu doen? Ik heb precies 4 gehaktballen nodig. Zo? De kruiden zitten erin, de ui zit erin en het paneermiddel. Kijk, als jullie lekker gaan kneden, doe ik dit erbij. Oké. 4 gehaktballen, meiden. Dat moet zo raar. Ja? Ik maak zo'n grote. Ik maak zo. Hop. 4 gehaktballen. Goed gedaan. Snijd de meloen. Heb ik gedaan. Dan verdeel de serrano ham erover. Leg er maar mooi overheen. De pistoletjes gaan zo meteen in de oven. Ja, eet er alles op. Wauw. Dames, hoe vinden jullie dat jullie eigen eten is gelukt? Het ziet er heel lekker uit. Lekker, hè? Zullen we gaan proeven? Ja. Lekker? Echt heel lekker. Dan zeggen we gewoon op z'n Spaans. Olé! Het leuke vind ik aan koken met de kinderen, is dat ze daardoor echt alles willen proeven. Omdat ze het zelf hebben gemaakt. Ik ga ook eens een garnaaltje proeven.